De PVV won in november 2023 met overmacht de Tweede Kamerverkiezingen. Ondanks dat de partij stelselmatig wordt gedemoniseerd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volgens voormalig PVV-Kamerlid Harm Beertema zijn de maatschappelijke problemen inmiddels zo groot dat dit soort laster geen effect meer heeft. Ik kijk om me heen, ik kijk in mijn portemonnee, ik zie het hoe mijn kinderen eraan toe zijn en ze kunnen zeggen wat ze willen. Ik ga gewoon PVV stemmen. Na de verkiezingen steeg de PVV virtueel door naar recordhoogte. In de meest recente peiling staat de partij van Geert Wilders op maar liefst 49 zetels. Ook bij de Europese verkiezingen in juni van dit jaar wordt voor de PVV een klinkende zege verwacht. In het Brabantse Sint-Willibrord vroegen we enkele PVV-stemmers waarom ze op Wilders hebben gestemd. Ja, immigratiebeleid, dat is voor mij de belangrijkste rol dat ik op de PVV heb gestemd. Ja. Want ik vind dat wij genoeg armoede hebben in Nederland en dat wij genoeg onze eigen Nederlanders kunnen helpen. Omdat het ervoor wordt in Nederland. Ja. Mijn kleindochter moet in België een huis huren, omdat er hier nergens geen plek is. Het hele linkse beleid kwam op een gegeven moment ook tegenstaan, zeg maar. Altijd op willen dringen van bepaalde dingen, net het elektrisch rijden, het klimaat, de migratie. Ja, ik bedoel, als er geld genoeg is voor een oorlog te sponsoren, maar geen geld bij spreken voor mensen die hier niet naar binnen kunnen voor boodschapjes, ja, dan gaat er ergens iets fout. Ook speelt volgens Harm Beertema de Hamas-aanval op Israël een grote rol in de toegenomen populariteit van de PVV. De gevolgen daarvan hier in Nederland, hè, met al die moslims die het nodig vonden om te pas en te onpas in stationshallen te gaan zitten. De meest vreselijke dingen te roepen. Het antisemitisme, de jodenhaat. Hamas is verbranden! Hamas is verbranden! Het golft door de straten van Amsterdam. Nou, dat gebeurde toen ook. En ja, toen hebben mensen gezegd van ja jongens, er moet gewoon wat gebeuren. En we gaan PVV stemmen. Nadat de PVV al enkele grote concessies had gedaan om een rechtskabinet mogelijk te maken, geeft Geert Wilders nu ook het premierschap op. Ik had kunnen zeggen, nou weet je wat, bekijk het maar. Dan hou ik het ermee op. Dan doe ik het niet. Dan gaan we de oppositie in. Dat had ik kunnen zeggen. De heer Timmerman staat nu al te juichen van, had je dat maar gezegd? Maar ik heb het niet gezegd. Ik heb gezegd, nee, ik vind dat inderdaad dat ik het had moeten worden. Maar ik wil wat voor mekaar krijgen voor mijn kiezers. Ik wil wat betekenen voor Nederland. Zit, wat is het geheim van Geert Wilders? Wat doet hij zo goed dat hij nu al torenhoog continu in de peilingen staat? Nou, ik denk dat juist dat de kiezers zien hoe erg hij wordt tegengewerkt. En dat hij toch probeert, ondanks natuurlijk in het verleden heel controversiële dingen heeft gezegd over moslims en alles nog, dat hij nu toch probeert, oké, het volk werkt mij deze gigantische verantwoordelijkheid op de schouders. Dat hij daar probeert iets constructiefs mee te doen. Hij heeft natuurlijk iets zichzelf gemilderd. Hij probeert natuurlijk toch de samenwerking te zoeken met de anderen in plaats van alleen maar te polariseren. En ik denk dat de kiezer hem daarvoor wil belonen. En ik denk dat kiezer ook in de gaten heeft, de tegenwerking van de maatschappelijke instituties. Hè, precies wat Harm Beertema al zei in het filmpje. Ja, weet je, oké, ze proberen mensen al 20 jaar lang als nazi en fascist weg te zetten. Hè, ga maar na. Fortuyn, Theo van Gogh, Thierry Baudet. Wilders hebben ze ook vervolgd in de rechtszaak. Dat mensen zeggen, nee, hè, het is nu echt tijd. Klaar met het demoniseren. We moeten constructief, we moeten een zekere kant op gaan met het land. Bart, is het uniek wat we nu zien? Want er zijn wel vaker rechtse partijen die eens winnen. Is het uniek wat de PVV nu presteert, electoraal? In Nederland wel, maar als we kijken naar een breder plaatje, bijvoorbeeld in Europa, is het eigenlijk niet uniek. Het is gewoon een tijdsgeest. Wat Wilders eigenlijk roept op dit moment is niet heel veel anders dan 10 jaar geleden. Het probleem waren er toen ook al, 2015. Hè, we hadden toen hele Syrische asielvluchtelingenstromen die naartoe kwamen. Ook toen zaten de AZC's prop vol. Nu zien we hetzelfde probleem. Alleen zijn er natuurlijk nog bepaalde andere problemen, zoals de woningnood, de energiearmoede zijn groter geworden. En daardoor denken mensen van, hé, maar Wilders heeft dat altijd al geroepen. Dus dan is het eigenlijk voor heel veel kiezers logisch dat ze nu een keer uitkomen bij Wilders. En dat ze 22 november zeiden. In België, Frankrijk. Ja, precies. Maar in Zweden zag je het in 2022. Hè, als eerste land in Europa. Een links Walhalla. Alles kon daar. Al het geld van het gas wat ze hadden, konden allemaal naar linkse hobbyprojecten. En ineens kwam daar uit de stembus een rechtse coalitie. Wil je nou niets meer missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.